Beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Wijn Plus Koken. Welkom. Wederom vanuit de keuken van restaurant De Vierlinde in Vierlingsbeek. De kerst nadert met rasse schreden. Ja, we gaan een mooi wildgerecht gaan we vandaag maken. Een mooi hoofdgerecht om met kerst te serveren. We hebben hert, hertenbout. Daar gaan we een mooi stukje, een biefstukje zeg maar, uitsnijden. Die gaan we lekker grillen. Daarbij serveren we rode kool, spruitjes, stoofpeertjes, een aardappelpuree en een lekkere zuur van peperkoek. Dus lekker vol hoofdgerecht. Dus, past perfect in het seizoen. Ja. Lekker stuk wild bij kerst. Ja, klassiek. Daar ga ik ook een klassiek mooie wijn bij zoeken, denk ik. Super. Nou ja, veel succes. Ik ga aan Nou, we gaan beginnen met de rode kool, want die heeft toch wel een flinke bereidingstijd nodig. Die gaan we in 3 à 4 uur lekker laten stoven. Ik heb hier een rode kool. Als we niet willen dat die snijplank gaat verkleuren, dan gaan we de snijplank even een beetje nat maken. Nou, handen kun je natuurlijk ook eventjes in een latex handschoentje voor gebruiken. Nou. Nou, hoe dik je natuurlijk de rode kool snijdt, heeft de bereidingstijd ook wel een hoop mee van doen. Dus zo klein mogelijk snijden. Nou, de rode kool gaan we dadelijk garen. Uiteraard in rode wijn. Crème de cassis. Cassispuree, lekker wat suiker, kaneelstokje, kruidnagel, jeneverbessen, appel, ui. Ja. Nou, appel doen we daar wat later erbij. Ik heb hier de crème of de cassispuree. Crème de cassis. Oh, rode wijnazijn trouwens. Suiker. En rode wijn. Flink wat rode wijn. En dan hebben we de laurier, de kruidnagel, jeneverbessen en kaneelstokje. Nou, dat ga ik in de rode kool doen. Nou, het liefste heb ik dat natuurlijk, is het niet zo prettig als je rode kool eet en dan een stukje kruidnagel in je mond krijgt. Dus dan gaan we een theebeddeltje maken. Pak een stuk keukenpapier. Je kunt thuis ook keukenrol pakken. Dan leggen we deze kruiden in. We maken daar een mooi buideltje van. Dan leggen we daar een knoopje in. En dan kan dat lekker meegaren. En straks de rode kool gaat, halen we het zakje eruit. Hebben we de smaak in de rode kool.
maar verder geen, geen kruiden meer erin zetten. Nou, deze zetten we eventjes weg. Deksel op de pan, 4 uurtjes laten koken, pruttelen. Prima. Verder gaan we ook nog stoofperen. En daarvoor gebruiken we de Giese Wildeman peertjes. Nou, die gaan we schillen. Wat erg belangrijk is, als we die gaan schillen, is dat we mooie strakke lijnen trekken. Want als je straks afkookt en je gaat hem kriskras door elkaar schillen, dan zie je die schilstructuur er ook op. Dus als we hem zo mooi schillen, dan heb je daar een strak peertje. Snijden we nu de onderkant eraf. Als straks de peer gaar is gepocheerd, gekookt, dan halen we het klokhuis eruit. Nou, als je er meerdere maakt, is het natuurlijk wel aan te raden om even een bakje met water en citroensap te pakken, dat de peertjes niet gaan verkleuren. Nou, we gaan dan wel eerst eventjes alle vloeistof in de pan doen. Ik heb hier de cassispuree, crème de cassis, jus d'orange, suiker, een halve citroen, halve sinaasappel en rode wijn. Laten we het eventjes lekker koken. Als het kookt, dan voegen we de peren eraan toe. En dan ongeveer 30 minuutjes laten koken, zijn de peren mooi gaar. Van binnen zijn ze nog niet gaar, maar zodra, na die 30 minuten halen we ze eruit. Als we dan het klokhuis verwijderen, doen we ze nog een keer terug in de warme vloeistof. En dan kleurt die mooi van binnen mooi verder rood door. Zo, de rode kool, de stoofpeertjes zitten al mooi, mooi gegaard. We hebben nu de rode kool, die staat al een tijdje te pruttelen. Gaan we de appel eraan toevoegen. Mooi brunoise. Nou, die gaan we er natuurlijk niet in het begin bij doen. We willen een beetje, nog een beetje bite aan die appel hebben. Nou, als u natuurlijk denkt van, er wordt wel heel veel rode wijn bij die stoofpeer en die rode kool toegevoegd. Nou, de alcohol is natuurlijk wel allemaal verdampt. Dus zo. En zoals u ziet, het zakje, dat heb ik mooi. Dat is nog mooi intact. Ah, die stoofpeertjes die zijn al lekker verkleurd en zijn al redelijk gaar. Nou, wat ik al zei, dan gaan we nu het klokhuis verwijderen. Daarvoor heb ik een pomp Parisienneboor. Nou, mocht u die niet hebben, kan dat ook met een lepel. Mooi rond. Klokhuis er mooi uit. Dan kan die eigenlijk van binnen nog lekker doorkleuren, doorgaren. Ja. Binden we daar eigenlijk dat, het vocht zijn van de stoofpeer af met aardappelzetmeel. Dat die mooie stroperig over het peertje heen loopt. Dus dan kleurt die ook meteen een stuk mooier. Dan gaan we nu beginnen met het hert. Ik heb hier een mooi stuk hert. Dus het is een mooi stuk dat we ook schoon moeten maken. Er zitten natuurlijk ook wat pees in, wat vliezen in. Nou, we willen natuurlijk het mooiste stuk ervan gaan gebruiken. Natuurlijk krijgt u die bij de plus ook mooi gevacumeerd, geportioneerd in de verpakking. Ook op gewicht. Nou,
We hebben verschillende delen. Zoals u ziet zit hier een vliesje tussen. Dan snijden we die. Nou, die overige stukken, zoals deze, nou, die kunnen we mooi gebruiken voor een stoofpotje te maken of lekker hertenpeper. Dit stuk hert gebruiken we lekker om in te rollen voor carpaccio. Dus die rollen we in de folie, die vriezen we licht aan en snijden we op de snijmachine flinterdun. Nou, dit is een mooi stuk, dat wil ik dus gaan gebruiken om te bakken. Nou. Nou, je ziet hier ook mooi de draad lopen van het vlees. Dus op die manier kun je dus ook gaan kijken hoe ga ik mijn biefstuk snijden. Nou, dan zou ik ervoor kiezen om ongeveer 180 gram per persoon aan te houden. Nou, die wil ik dus mooi gaan grillen. Dus gaan we lekker wat olijfolie overheen strooien en dan gaan we ze mooi grillen. Zo, het vlees gaan we nou grillen. Als we vlees grillen, dan kunnen we er beter geen peper op doen. Dus dat gaan we pas na het grillen doen, want de peper kan dus verbranden op de grill. Ik heb een watergril. Dat betekent dus dat je niet zoveel olie als thuis hoeft te gebruiken. Dus we olieën hem wel eventjes in. Zo, vlees lekker in de olie. Heeft u nou thuis geen grill, pannetje, kunt u natuurlijk ook kiezen om... Gewoon te bakken. Lekker in de olie. Snel dicht schroeien. Lekker in de olijfolie. Nou, we gaan er een mooi ruitje op zetten. Zie hoe snel het gaat. Kwast zacht draaien. Zoals je ziet hebben we nou een mooi profieletje erop gegrild. Doen we zo dadelijk in de oven. 8 minuutjes, 180 graden. En dan laten we mooi rusten. Lekker wat aluminiumfolie erop. Natuurlijk zijn er ook mensen die houden van lekker rood vlees. Nou, dan zou ik het toch echt voor een minuutje of 5 in de oven doorbakken. Toch een minuutje of 14. Nou, we hebben voor medium gekozen. Ligt natuurlijk ook aan de portie, de grootte van het vlees. Nou, zoals we zien loopt de draad zo. Dan gaan we tegenin snijden. Nou, mooie trantjes. Nou. Het vlees gaat nu nog even een minuutje of twee terug in de oven. En de tussentijd gaan wij het hoofdgerecht mooi afmaken. De rode kool. De stoofperen. Ik heb hier een lekker... aardappelpuree, mousseline. Nou, zoals je ziet, de aardappelzetman heb ik er dus bij gedaan. Het is een mooi stroperig, loopt mooi over de peren heen. Wat spruitjes. Zo. Peper en zout. Dat hebben we dus niet gedaan voor het grillen. Dan gaan we ze weer mooi als een waaiertje. Zuur van peperkoek. Dat is gewoon een lekkere krachtige kalfsjuur. Nou, die hebben we dan afgebonden met peperkoek. Wat veenbesjes erbij. Sherry. Toch een klein beetje daar wild. Ja, mooi over het vlees.
Zo. Jan. Nou, Wouter, prachtig mooi weer erom. Ja, ik zie dat er heel veel verschillende smaken, heel veel aroma's, vol van smaken, hè, stevige wintersmaken. En ja, daar heb ik ook een hele volle stevige wijn bij gekozen. Dit is een wijn uit Italië, noorden van Italië. Valpolicella Ripasso. En is van het huis Villa Mondi. En die streek waar het vandaan komt, en veel mensen die in Italië wel eens op vakantie zijn geweest, die kennen die streek wel een beetje. Dat ligt namelijk ten oosten van het Gardameer, ten noorden van Verona. Dat is een van de bekendste wijngebieden van Italië, als het gaat om rode wijn zeker. En Valpolicella, dat wil eigenlijk, dat is vrij vertaald, wil dat zeggen het vallei van de kelders. En er zijn veel wijnkelders daar, dus dat klopt helemaal. En Ripasso, dat betekent eigenlijk niet meer dan dat het een tweede fermentatie heeft gehad. Het wordt voor een gedeelte gemaakt van druiven die ingedroogd zijn. Die 3 à 4 maanden op rietenmatten hebben liggen drogen. En vervolgens wordt er dus nog sap uitgeperst. En dan krijg je heel geconcentreerde en ook wel wat zoetige wijn van. Deze is heel vol van smaak en die past dus perfect bij de volle smaak van en het wild van de ree. Maar ook zeker van de peperkoek, de volle smaak van de stoofperen en en de rode kool. Dus ik denk een uitstekende combinatie om heerlijk van te genieten bij een kerstdiner. Dus Valpolicella Ripasso bij Ray. Match made in heaven wederom. Ja, prima. Ik denk dat de mensen hier wel wat mee kunnen met de kerst. Ik denk voor volgende week dat we een mooi kerstdiner hebben. Ja. Of een kerstdiner, een kerst. We hebben een mooie dessert. Afsluiter inderdaad. Mooie afsluiter. Ja, zeker, zeker. We gaan lekker appelstroedel maken. Heel winters. Ja, zeker, zeker. Met een parfum van stroopwafels. Dus, nou, parfum. Tot volgende week. Prima.